Goedemorgen en welkom bij Erasmus TV. We gaan het vandaag hebben over geneeskundestudenten in tijden van corona. Ik ben Tessa Hofland, ik werk bij Erasmus Magazine. En ik heb hier aan tafel met mij Walt van den Broek, de opleidingsdirecteur bij het Erasmus MC. Gisteren spraken we elkaar aan de telefoon en toen zei u, het zou kunnen dat ik nog word weggebeld naar het ziekenhuis. Waarom is dat? Nou, ik ben een soort achterwacht, dus als er iets met een van de psychiaters in het ziekenhuis gebeurt, als hij ziek wordt bijvoorbeeld, of het afdelingshoofd, dan word ik naar binnen geroepen. En aan de andere kant van de tafel zit onze rector magnificus Rutger Engels. Heeft u nog updates over het beleid en wat de maatregelen zijn op de universiteit? Nou, je merkt in ieder geval dat het steeds rustiger wordt op de campus. Steeds meer mensen zijn aan thuis aan het werken. Dat is ook prima natuurlijk. Zelf heb ik gisteren ook een dag thuis gewerkt. En alle vergaderingen digitaal proberen te doen. Nou, dat valt niet mee, dat is wel even schakelen. Wat ik hoorde net ook, dat we al sinds maandag 462 colleges hebben gestreamd. Dus dat is fantastisch. Dat is echt dat er al honderden duizenden studenten bezig zijn met hun studie. Dus ik ben daar ontzettend blij mee. En hoeveel studenten kijken er naar zo'n streamcollege? Ja, ik hoorde tot maximaal 200-300. Dus er zijn de grotere colleges, maar je hebt natuurlijk ook werkgroepen waar veel kleinere groepen studenten aan de gang zijn. Dus dat is heel goed. Ja. En bij onze zuidenburen is al een zogestelde lockdown aan de gang. Dus het zou ook kunnen dat het oprukt naar boven, dat Nederland dat ook doet. Neemt de universiteit maatregelen? Wij zijn alle scenario's aan het voorbereiden. Dus ook dat scenario. Dus dat we als dat gaat gebeuren, als de kabinet dat besluit, dat wij daar klaar voor zijn. En dan zijn we er ook klaar voor. Dus dan moeten docenten alleen vanuit huis streamen? Klopt, maar dat geldt ook voor mij natuurlijk zelf en een aantal anderen. Ik zag een foto op Facebook, die wil ik even graag laten zien. Het is een foto van het crisisteam bij het Erasmus MC, maar ze noemen zichzelf het Erasmus MC COVID Education Rapid Response Team. Nou, dinsdag kwam die voor het laatst fysiek bijeen. Wat is er toen besloten, Walter? Nou, toen is besloten om alles verder online te doen. Dus bijvoorbeeld de opleiding geneeskunde, de directie. Die heeft online dagelijks contact met elkaar om te kijken hoe we het onderwijs weer kunnen opstarten. Ja, en iedereen zat netjes 1,5 meter uit elkaar. Ja. Zijn er nog verdere maatregelen genomen? Nou, in zoverre dat mensen die niet in het ziekenhuis hoeven te zijn, die worden verzocht om thuis te blijven. En zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Dus wat betreft het onderwijs doen wij dat natuurlijk ook. Nee. Ja. En het moet heel lastig zijn, want het onderwijs is stopgelegd op het Erasmus MC. Ja. Om dat weer op te zetten, om alle onderwijzers, studenten, iedereen bij elkaar te krijgen. Zeker als het ook nog gaat om een medische omgeving. Hoe wordt dat gedaan? Nou, bijvoorbeeld de bachelor is relatief eenvoudig. In die zin van dat vrij veel colleges natuurlijk online gestreamd kunnen worden. Zoals hier natuurlijk ook gebeurt. We kijken met docenten welke stof kan eventueel omgezet worden naar online onderwijs. Onze afdeling onderwijs, beleid en advies die ondersteunt de docenten erin voor zover dat kan. En in de bachelorfase heb je nog relatief veel grootschalig onderwijs. Wat natuurlijk relatief makkelijk om te zetten is naar online onderwijs. Er zit ook wel vaardighedenonderwijs bij en dat is meestal 1-op-1 met klinici. Dat kan dus helaas dus niet gebeuren, maar alles wat wel kan, dat proberen we online te doen. En er zijn bijvoorbeeld ook verschuivingen in het rooster. Bijvoorbeeld een bachelor essay kan je naar voren halen, hè, dus dat ze dat eerst gaan doen. En dat dan de thema's, zoals wij dat noemen, meer tijd hebben om dat om te zetten naar online onderwijs, voor zover dat mogelijk is. Maar er zal dus altijd wel iets zoals vaardighedenonderwijs blijven, wat we dan eventueel later moeten inhalen. We zijn overigens op het moment live. Als je vragen hebt, kan je hem doorsturen. Wij kijken in de tussentijd even naar bewijs dat studenten van het Erasmus MC het ook niet makkelijk maken op het moment om onderwijs te krijgen. We spreken met een paar studenten van het zogenaamde Student Aid Pool. Sinds afgelopen vrijdag zijn we samen met de rest van ons bestuur en de faculteit hard bezig geweest met het opzetten van een vrijwilligerspool. Dit heet ook wel de studentenhulppool. En daarmee hopen we dat studenten aan het Erasmus MC zich aanmelden als vrijwilliger. Om dan bij allerlei zorgvragers hier in de regio geplaatst te kunnen worden. En waarom heb je dit opgericht?
We merkten inderdaad dat de druk door de coronacrisis op dit moment, zowel in het Erasmus MC als daarbuiten, aan het toenemen was. En wij willen graag ons steentje bijdragen door dit initiatief op te richten. En we hopen daarmee medestudenten aan het Erasmus MC en andere studenten aan het Erasmus MC te koppelen aan zorginstellingen waar op dit moment extra handen nodig zijn. Zijn er al veel inschrijvingen? Ja, het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich dan toch al aanmelden. Maar hierbij ook gelijk een oproep. Ben je student aan het Erasmus MC en wil je steentje bijdragen bij allerlei zorgvragers hier in de regio? Meld je dan aan via de website van de MFR, www.mfr.nl voor de studentenhulp. Dat is de oproep van die geneeskundestudenten. Maar wat kunnen zij doen? Want het zijn nog geen artsen. Nee, nou, ze kunnen heel veel hand- en spandiensten verlenen. Bijvoorbeeld ze kunnen telefonische hulplijnen bemannen. Ze kunnen helpen op de spoedeisende hulp of bij de microbiologie met het afnemen van samples bijvoorbeeld. Ze worden natuurlijk wel goed van tevoren geïnstrueerd en getraind. En er wordt ook wel een inschatting gemaakt wat voor niveau de student moet hebben het liefst. Hè? Bijvoorbeeld het afnemen van swabs. We hebben al een aanvraag gekregen. En dan wordt er gevraagd naar co-assistenten die bekend zijn in het Erasmus MC. Zodat het makkelijker is om ze daartoe op te leiden, even kort. Rutger, van de week hoorden we al dat jouw dochter in Groningen moest stoppen met haar co-schappen. Zoeken ze in Groningen ook al hulp van studenten? Ja, dus volgens mij, zij vertelde dat het daar ook gebeurt. En zo binnenkort als vrijwilliger ergens aan de slag te gaan. In het ziekenhuis of bij een GGD bijvoorbeeld. Ja. Okay, dankjewel. Nou, jij bent morgen weer terug. Daar kijken we dan naar uit. Dan zit aan de andere kant van de tafel een andere spreker, namelijk de president van studentenvereniging RSC RVSV. Graag tot morgen.